Nu wel. Ja, je muziek. Ah ja. Maar ik heb het gevonden, het probleem. Ja, eigenlijk wel. De master back edit. Ja, ja, Fons. Eerst al een raspetten en dan. Ja. Zo'n is gewoon een Duitse lastpost. Hè? Een Duitse lastpost volgens. Ik heb die niet gekocht. Ja. Ik heb hier gekregen. En heb gekregen, Peep. Ja, hier is een beetje. Ja. Even dan die. Dat zal goed zijn. Kikken meebrengen om eronder te kloppen. Dan ga je die aan de kant spit. De... Een beetje bougeren nog. Een beetje bougeren nog, hè? Oké, ça va. Ja. This one is ready. Now we have one colon right there, yes. One dog here. One dog here. Okay, this is a little spacer, it will rest on the rebar. We get it in like this. Oh, that was nog warm. Hot, baby! Fucking hot. Rebar of 12. Oh, look at that piece of art. Dan kan het eigenlijk wel geren dat werk, joh. Lassen. Nee, ze weet die niet aan zitten. Oh. Zeker dat je ergens in zo'n klein dingetje warm moest inbrengen. Beetje vette aan je oren en druk trekken. Dat heb ik ooit meegemaakt als kind. Om die terrassen om het scheld. Dat is mijn vroeger. Azeren. Dingen zo. Balustrades. Ja, ja. En ik was daar met ons vader en onze Jan. En ons vader komt er een van zijn werk tegen. Huh? Ja. En die begint dan een noodlicht mee. En ik heb hem aan het eind gehad met mijn kop tussen twee stangen gesteld. Oh, ja. Dan is die aan een postkaart gaan kopen, die in twee gescheurd, dat is tussen mijn oren. Oh. En dan gaan we boek. So yeah, we just weld this small rebar on top of it. We cut it later, but then we can still move it while it's in the concrete if needed, huh? All right, put it there. Should fit in here some way, somehow. How was it again? Like this, I think. Yeah. Something like that. I got a new vibrator. Let's give it a drink.
Dus ook. Alright guys, let's fix it again. So this form is like Belgium form system, made in Belgium, just like me. All right, we're waiting for the concrete now. It's already 20 past 4, so they're already running late. And when the concrete is done, we still need to wait a bit because we're gonna polish the side here, because it will stay inside, it's visual. It will go into the window, actually, that level. So, come on. Pumps here. Now we need concrete. Nice roll. Concrete's there. Right. Okay, that should do it, I'm guessing. Let's clean it. Alright, it's like 6 o'clock now and we're gonna return, we're gonna go home and then we're gonna come back to try to polish the concrete a bit. This side and that side. Alright.
nog een beetje te nat. Okay, it's a Tuesday morning. Gonna take off the farm and hopefully that side we not gonna have too much air in there. Yeah, we only know when we take it off. So let's hope for the best. Let's hope for the best. So let's try to polish the concrete a bit more. Looks good. Thanks. Looks good. Okay. Nice. Shit. So we just polished this concrete, so need to be careful. That looks good. Nice, very nice. Good, huh? It looks very good. Oh yeah. Wow. Looks excellent. So this is how visual concrete looks like. It's the smoothest surface. Some micro holes. Nice.
nice. Degrees here, because this will stay inside. The window will come here, flush the glass, flush with the concrete. That's the idea. Oh yeah, again, guys, I'm talking about the basement. It's not a basement, eh? But the principle to make the walls and the slab is the same. It's a seat pit. The guy with the crane is here. We're gonna do some digging. Looks really good. I'm so happy. Screed for stability, hey guys. 22 of what? Dat is te klein. Oh, hier. Een slaggat. Mag ik eens proberen? Dat is fijn, een draad. Eh? Deze grof een draad. Hoe is dat dan verkeerd aan dit ding? Ja, is er een draaitje? Ja, nee, een draaitje. Ja, dat is cool. Pretty much done. Tomorrow it's piping. I'm gonna put pipes. Yeah. Footplate for the column. 1, 2, 3.